voorpoten ook naar voren toe, de voorpoten. En de achterpoten, hoe ze dat allemaal heeft, ik weet het niet hoor. Hier hangt een staartje. Ja, de achterpootjes die lopen daar naartoe waar mijn vingertoppen zijn. Hé, joe kind. Je haartjes moeten weer geknipt worden. Hè? Ja. Oh, lekker ding. Ja, allebei lekkere dingetjes, schat vrouwtje, hè? Ja, ik heb ook een grote fles met een schoonmaakazijn. Ja, en leuke dingetjes en weer wat kandalfie en weer wat lijstjes en brood voor mezelf en eitjes. Ja, wat weer eventjes op dieet. Kleine dieet, geen grote dieet. Nee, daar zijn mijn bijtjes, ja. Ik eet wel s'avonds mijn knabbeltje. Een hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer donderdag, de 16e van de 5e 2024. En we leven om 12:54. Ik ga zo eventjes met meisjes uit. Willy heeft toch de sleutel, dus die kinderen inkomen als ze al eerder hier is dan dat ik terug ben. Dus ja, helemaal niks aan de hand. En ja, komt allemaal wel goed. En omdat Willy er weer is, wordt er weer gewerkt. Dus ja. Hé, hey, ja joh. Even wegklikken, heb ik niks mee zo. Dus ja, wat er verder gaat gebeuren, ja, wat moet ik verder doen? Oh, ik weet het even niet. Nee. We zouden regen krijgen, momenteel is het skier, heel skier. Het is bewolkt, maar het zonnetje die is ook af en toe er even tussendoor aan het brengen en dan is het weg. Dus ja, vreemd weer, het is 20 graden zover ik weet. Daar staat S&P 500, wat dat weer inhoudt weet ik ook niet. Maar Google Hub die heeft het 20. Bij mij is het 19 op de computer. Even, tenminste op de telefoon. Het is eigenlijk ook een computer. Ja, ik had het in het klein. Nou, schiet nou op. Ik heb meer te doen dan niks. Onder andere mijn meisjes uit laten, ja. 20 graden en het voelt als 20 graden. Nou ja, ik doe wel mijn dunne jas aan, maar meer ook niet. Want op die hoek kan het toch altijd koud wezen. Je weet maar nooit waar de wind vandaan komt. En als de wind de verkeerde hoek komt, dan is het daar koud. Ja. Maar in ieder geval, we gaan er gewoon lekker proberen ervan te genieten. En wat een ander doet, moeten hun weten. En het komt allemaal wel goed. Mijn genade, nog en toe. Maar in ieder geval, mijn wandel-app hè, moet ik ook hebben. Ja, en dan gaan we lekker lopen, hè, meisjes. Of niet dan? Die ligt lekker te wachten. En die hangt te wachten. De achterpoten ook naar voren toe, de voorpoten. En de achterpoten, hoe ze dat allemaal heeft, ik weet het niet hoor. Hier hangt een staartje. Ja, de achterpootjes die lopen daar naartoe waar mijn vingertoppen zijn. Hé, joe kind. Och, gezietje. Je haartjes moeten weer geknipt worden, hè. Ja. Oh, lekker ding. Ja, allebei lekkere dingetjes van het vrouwtje, hè? Ja, nou en ik ga trachten te proberen om een bedrijf te bellen. Vanwege mijn trippelstoel, want ik heb daar een rem op, maar die rem zit los. Die gaat iedere keer achter mijn rugleuning zitten. En dat is niet de bedoeling. Er is een boutje eruit gevallen en die zal in de stofzuiger terecht gekomen zijn of wel weet ik veel wat. En gaat mijn horloge het nog af. En dan mijn AB die ik erop heb hangen. Deze.
Ik weet niet of jullie hem zien, maar dat is dit ding. Kijk, mee omhoog en mee naar beneden. Maar die behoort aan dat te hangen. En dat heb ik schoongemaakt, dat weten jullie. Dus dat moet ik maar weer op. En dan ken ik het zelf wel, maar laten we het maar eens een keer doen. Want ik heb het iedere keer nog zelf gedaan. Want hij is er al zo vaak er is af geweest. En iedere keer zelf nieuw, hoe heet dat, klittenband gekocht en bla 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 bla. Ja, je hebt maar één gedeelte nodig en niet een ander gedeelte. Maar meestal verkopen ze het andere gedeelte erbij. Maar ja, dat heb ik niet nodig. Ik heb enkel wat blijft kleven. Dat heb ik nodig, want het andere gedeelte zit aan de AB. Ja, dat dus. Maar oké, lieve vrienden, geniet van alles en geniet een beetje mee. Doei, doei, doei. Zo, lieve vrienden, ja, Willy is net weer de deur uit. Die is dus helemaal klaar. Die zie ik niet eerder terug dan andere week donderdag. Ja, en waarom zo lang ertussen, hè? Nou, jullie weten het toch. Het is aankomend weekend, Pinksterweekend. Dus maandag tweede Pinksterdag. En ja, ik weet dat er in Friesland iets moois dan gaande is. Maar dan moet je eigenlijk op tijd inschrijven. Dan ben je nou te laat voor. En dat is de Friese Elfstedentocht. Ja. Ik hoop ooit dat ik daar nog weer eens een keer aan mee kan rijden. Samen met mijn liefdollige dochter Karin. Maar ja, dat weet je me nooit. Maar in ieder geval, ik ga er ook lekker even vandoor op de booster. Even kijken. Moet ik eerst kijken of ik genoeg input heb. Maar anders moet ik naar de Action. Ik moet kattenbakzakken halen die je in die la kunt doen. De behoefte is allemaal één keer een kieperen. Ik zit vast aan mijn truitje met mijn maantje. Kijk, ik zit ook een maantje aan. En die haakt dan achter mijn truitje. Ja, moet die niet doen. Anders moet ik andere oorbellen erin. En dat wil ik eigenlijk ook weer niet. Deze heb ik de hele winter er niet in gehad. Nee. Maar ja, het is 21 graden. De regen blijft weg. Er zou vanmiddag eerst om rond een uur of twee regen komen. Dat was toen later weer weg. En nou, was het om... Ja, weet ik veel. Tegen 16 uur, ja, dat is nu dus. Nou, het zonnetje schijnt. En dan volgens jullie vanavond om 8 uur, om 20 uur. Nou, we merken het wel. Misschien gaat dat regenbuitje ook wel weer weg. Je weet het hier nooit. Nee. Maar ik ga eventjes naar de Action, want ik moet dat hebben. Ook is kattenbak grit zelf bijna op. Dus dan moet ik weer voor naar de zomer. Dus ja, we doen een rondje Den Helder als het om de accu's kan. Ja, en anders heb ik pech. Dan moet ik dat weer uitstellen tot naar ja, morgen of zo, ik weet niet. Ja, het moet in ieder geval gedaan worden, zo is dat. Dus komt allemaal goed, lieve vrienden. De telefoon gaat mee, die ben ik even aan het laden. En dat moet wel een beetje, het is nou 75, dus ja, hij moet even vol. Ik doe hem er niet in, want daar is hij niet vol genoeg voor. Maar als ik wat zie, dan film ik daar even mee, want anders moeten jullie weer in mijn tas. En dan kijk ik zo moeilijk bij mijn portemonnee, dus ja, dat. We merken het wel, wanneer ik jullie ook weer meeneem. Ik wil nou gewoon ook eventjes opschieten, want ik heb weer eventjes iemand moeten helpen qua geestelijk. Die zat er even helemaal doorheen. En ik moest even met haar vader praten die in de hemel is, dus heb ik ook voor haar gedaan. En dat is goed afgelopen, maar daar word je wel zelf ook moe van. Dus ja, daarom ga ik eventjes lekker er zelf van genieten. En als ik iets leuks zie, doe ik het hier mee. En anders hebben we pech. Ja, je moet me net wel tegenkomen. Ja toch? Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet gewoon van alles met wat jullie doen. Maar geniet een beetje met mij mee en met mijn meisjes ook. Liefde. En ja, van Willy hoorde ik, dat kan al boven in de vensterbank lag te slapen, dus ook helemaal goed. Hij is al buiten geweest, maar ja, dan ga ik
weg en dan kan die niet meer naar buiten. Nee, hij blijft lekker binnen. Ik wil het een beetje langer houden dan alleen nog vandaag. Dus ik wil hem zo min mogelijk de straat op hebben. Want meneer wordt traag. Meneer die kan niet meer zo goed hoog springen. Dus ja, hij wordt oud. Ja, een ouderdom komt met gebreken. Daar kan ik niks aan doen. Zo hebben we het bij mensen, maar ook bij diertjes. Ja. Ja joh, dan moet je er niet mee. Het is 3 minuten over hoor, ik weet niet. En ik had je al voorgezet, loop je weer achter. En die klepel kom ik niet, dus ja, ik weet het niet. Maar in ieder geval, geniet ze. En geniet een beetje mee. Doei doei. Ja, ik ben dus weer thuis. Ja, ik heb ook een grote fles. Met schoonmaakazijn. Ja, een paar leuke dingetjes. En weer wat voor kandalfie. En weer wat voor de meisjes. En brood voor mezelf. En eitjes. Ja, wat weer eventjes op dieet. Een kleine dieet. Geen grote dieet. Nee. Daar zijn mijn bijtjes. Ja. Ik eet wel s'avonds mijn knabbeltje. En dat is nooit niet veel. Nee. Hé, meisje. Ja, mijn meisje. Jullie zijn lief, hè? Ja. Ga zo lopen, hè? Ja. Moet ik weer een jas voor aan, want ik vond bij buurvrouw even koud. Ja. Ja, ik sta even bij mijn buurvrouw hierachter. En ik heb dat hek laten draaien. Nou, laat maar draaien, zeg ik dan. En ik ga nou eventjes zo weer doen. Oh, mijn zonnebril. Ja, die moet ik wel op. En de sleutels heb ik nodig. En dat kan opgeruimd worden, want die staat weer in de schuur. En dan ga ik even met meisjes uit, want dat moet ook weer gedaan worden. Want het is al reeds 7:30 geweest. Ja, mijn loontje 1840. En die zegt 1837. Ja, klopt helemaal. Dus ja, dat wou ik even mededelen. Dat ik dus wel weer thuis was, heel huid. En komt allemaal goed, ik zou zeggen. Lieve vrienden, geniet van jullie avond. En ik ga de meisjes dus weer doen en daarna ga ik pas eten. Dus ja, komt helemaal goed. Ik hoor kandalf huilen. Tenminste, miauw. Hij moet nog wachten, want ik moet eerst met meisjes uit voordat hij naar binnen mag. Dus ja, heeft hij even pech. Dus het is zometeen eerst nee. Maar oké, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Ja, lieve vrienden, we gaan eventjes lopen, ondanks dat het al 2:18 is in de nacht. Gaan we toch nog weer even een kilometertje lopen met de meisjes? Ja, voordat we naar bed toe gaan, moet het echt gebeuren. Jazeker. Waar moet jij er niet mee? Karen die heeft ook alweer gebeld, dus helemaal top. Een vlog die staat. Oh, die is ook klaar. Ik denk dat sluiten. Hoppata. Dus ja, dat staat ook op YouTube voor vanmiddag 14:30. Komt die online en het is een lange video. Ja, kan er niks aan doen, maar het hoort allemaal wel bij elkaar. Ja, dus ja, ik ga zometeen dus mijn jas aan doen. En ja, het is nacht, het is 13 graden, dus nogal vrij fris. We hebben lichte regen, zegt hij. Dan ga ik eerst buiten voelen, want dan moeten ze de jasjes aan, want ik wil niet natte honden op mijn bed hebben. Dus krijgen ze wel jasjes aan. Dan worden enkel hun pootjes nat en hun kopje een beetje nat. Nou, dat is makkelijker te drogen met een handdoek dan een hele lijf, en vooral van Elwing. Dus ja, ik ga eventjes. Ja, lichte regen, hallo, ik zag er net niks op buienalarm. Raar. Ik heb net naar buienalarm gekeken. Even koekeloeren. Ik zie niks staan. Raar, maar het is zo. En de andere. Nee, ook niks. Maar ja. Gaan we even naar die,
die ziet ook de motregen, wordt er beweerd. Die verladen. Nou ja, dat is zo nihil. Dat gaat allemaal meer langs ons, over het Marsdiep, dat, ja, Noordzee, het water tussen Texel en Den Helder, dat heet Marsdiep. Het is van de Noordzee enzovoort. De Waddenzee ligt daar, de Noordzee ligt daar. Er zijn openingen tussen, er zit niet, ja, hoe ze dat met de Waddenzee hebben, want dat is brak. Dat is meer zoet, hè? Zoet en zout. Maar de Noordzee is weer zout, dus ja, hoe ze dat hebben, hoe dat kan, allemaal. Ik snap er zelf ook niks van, hoor. Ik ben niet zo'n geleerde professor die daar verstand van heeft. Ik weet enkel dat de Waddenzee brak is en dat zout is. En het staat toch met elkaar in verbinding. Want ja, pak de kaart erbij, pak Google Map en zoek Den Helder op. En zoom dan uit. Ja, dus zie je rondom zee. Dus ja, hoe en wat, ik weet niet. Maar oké, ik zet de wandel-app zo vast al aan. En ik pak een snoepje voor het lopen gaan. Want ik neem altijd een snoepje in mijn mond. Moet hij wel willen. Ja, moet hij wel willen. Ja, ik heb een snoepje. Kijk, gewoon zo'n snoepje. Dat is lekker. Kunnen jullie het zien? Zo. Ja, lekker gewoon. Dus ik zeg, lieve vrienden, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, jullie weten het toch. Jullie weten het toch allemaal. Dat God houdt over ons de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.